Ik liep hier, bij het oostelijke pad. Maar dat is... 70 kilometer. Van waar we hem gevonden hebben. Hé, hey. Wacht. Weet je waar je ouders zijn? Je familie? Waarschijnlijk was hij aan het picknick of kamperen, raakte zijn familie kwijt en verdwaalde. Hij leeft in het bos, doet alles op zijn eigen manier. Klinkt als een jochie naar je hart. Hoe lang is hij daar geweest? 6 jaar. 6 jaar in dat bos overleeft niemand. Tenminste, niet alleen. Je zult het zien. Ze hebben Elliot. Wie is Elliot? We moeten weer terug. Hij wordt bang als ik er niet ben. Is Elliot een mens? Nee, hij lijkt op een draak. Wat is een draak? Dat is een draak. Je hoeft niet meer te vluchten, Peter. Je kan bij ons wonen. Dat beest is gevaarlijk. Ik wil je niet alleen laten, maar ze zijn naar je op zoek. En wat gebeurt er met Elliot? Je hebt geen idee waar dat ding toe in staat is. We gaan op jacht. Ah! Jij bent echt heel dapper, weet je dat? Misschien ben je wel de dapperste jongen die ik ken. Attentie alle eenheden. We rijden op Millhaven Road en achtervolgen... Een draak! Ja, het is een draak, jongens! Je zegt toch geen draak over de porto?